De belangen zijn groot voor MSC in deze uitwedstrijd tegen directe concurrent Heerenveen, dat op een achterstand van 4 punten staat. Reden voor de Meppelers om er in de beginfase dicht bovenop te zitten. Tot duidelijke onvrede van de bank van Heerenveen. Kevin, je moet zelf springen, anders krijg je hem nooit mee. Nee, je kan wel gaan lullen, je moet springen. Toch duurt het even voordat er ook kansen komen. Maar dit is dan een aanval in de maak waar muziek in lijkt te zitten. Met Jos Vidom op avontuur op de flank. Ontdoet zich van zijn mannetje en geeft ook voor. En hier denkt Nick Koster die bal te gaan intikken, maar hij wordt door de mangel gehaald door 2 verdedigers van de thuisploeg. Hij heeft even een blessurebehandeling nodig. Zien ook de beide trainers van MSC. Dat zijn Jan-Derk Brandsma en Leo Blom. Zij stapt op interimbasis een maandje geleden in. En hier weer een gevaarlijk moment voor de Drentse bezoekers. Alex Sommer in de 39e minuut. Hij kopt maar net naast. Hier een hachelijk moment. Ingezet door Danny Bijlsma, de verdediger van MSC. Hij verrast daar bijna met een kopbal zijn eigen keeper, Bram Teink. Maar Bijlsma zelf voorkomt de 1-0. Justin Benjamins dan diep in de eerste helft. Bal tegen de paal. Balans zomaar in de handen van Justin van der Dam. Schot gekraakt. Het is verdediger Soeren Grigorian die daarvoor de karambol zorgt. En dat loopt maar net goed af voor Heerenveen. Zitten we in de tweede helft. Maar Teink die bal niet klemvast weet te houden. Robin de Boer met het schot. En dan wordt Teink geholpen door een van zijn medespelers die de bal nog voor de doellijn weet weg te halen. De aanwezige supporters in Heerenveen krijgen geen goede wedstrijd te zien. Dit moment is wel exemplarisch voor dit duel. Uiteindelijk loopt het wel goed af voor MSC. Heerenveen weet niet te profiteren daar van die enorme scrimmage voor het doel van Teink. Maar dan roept MSC het onheil over zichzelf af. In de persoon van Jacco Kuiper. Want hij haalt Bijlsma toch eigenlijk wel onnodig hier in de hoek van het strafschopgebied onderuit. Gele kaart voor hem. En dan Teink die zich ook nog even meldt. En dan liggen er opeens 2 spelers van Heerenveen op de grond. Penalty. En Kuiper zelf ontfermt zich over dat buitenkansje en hij faalt niet. Teink de verkeerde hoek in. En de zeer belangrijke openingstreffer is voor de Vriezen. Kuiper zelf dus met de 1-0. 20 minuten voor tijd. En MSC, ja, je zou denken, die willen dan toch wel nog iets gaan doen aan die achterstand. Maar het is juist Heerenveen dat het dichtst in de buurt komt van nog een doelpunt. De kopbal is van Kevin Rechts. De bal gaat via de doelman en de lat over. En hier Kuiper met de voorzet. Tom van Lingen, ook hij kon nog scoren. Maar het blijft 1-0. We staan nog steeds boven Heerenveen, dus er is eigenlijk nog niks aan de hand. Heerenveen moet dat ene puntje nog maar zien te pakken. En daar hebben we 2 wedstrijden voor. En zij ook.